Goedenavond, weer terug bij de gezamenlijkheid en ons programma over de Golfoorlog. In het komende uur zullen we het vooral hebben over Amerika. En de vraag die daarin centraal staat is of het eigenlijk allemaal wel gaat zoals Amerika oorspronkelijk heeft gehoopt en gedacht. Paul. En naast bijdragen uit Amerika zelf praten we daarover met twee studiogasten. Te weten de heer Bart Tromp, hoogleraar politicologie. En Maarten van Rossum, al zeer hooggeleerd geloof ik, maar meer in Amerikanistiek. Amerikanistiek. Ja. Niet hooggeleerd? Ja. Meneer Tromp, de sfeer in Amerika wordt voor een groot deel bepaald, voor zover wij dat kunnen volgen, door de strijd tussen de televisiestations. Want ja, daar komt de berichtgeving vandaan. Ja. Is dat een zuivere weergave van de werkelijkheid? En zo ja, is de sfeer in Amerika wel zuiver? Nou, dat kun je natuurlijk op dit moment nog niet zeggen. Want dat zal wel een tijdje duren voordat zich dat helemaal duidelijk uitkristalliseert. Maar je kunt er wel van uitgaan dat het de televisiebeelden zijn die op het ogenblik de stemming bepalen. Meer dan andere informatie. Er is trouwens ook heel weinig andere informatie. Ja. Ik las een stuk van u, want u schrijft namelijk columns in het Parool. Vandaag, een extra editie op zondag, waarmee van harte gefeliciteerd. Waarin u zei, eigenlijk is deze oorlog te ernstig om de berichtgeving aan journalisten over te laten. Ja, want je kunt nu toch wel constateren dat er een ontzaglijke hoeveelheid verslaggeving en nieuws is. We zijn er zelf natuurlijk hier ook een beetje een voorbeeld van. Terwijl er heel weinig feitelijke informatie is hoe die oorlog verloopt en hoe het ertoe gaat. En dan krijg je toch dat de aandacht zich gaat verplaatsen naar steeds onbeduidender onderwerpen die er betrekkelijk weinig mee te maken hebben. We hebben zo net al gezien dat nu ook al nieuws is dat de restaurants in Nederland dankzij de oorlog niet zo vol zijn. Kijk, dat is toch eigenlijk een beetje onbenullig in relatie tot waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Ja, dat punt is wat mij erg interesseert, of het wel zo gezond is. Want je krijgt nu allemaal informatie direct op je buis die even later geen informatie blijkt te zijn en alleen maar onrust schept. Vietnam, laten we zeggen, zal er een filter tussen. Er moest gefilmd worden, minder met satellieten werken. Het is nu een direct verslag. Ja, en dat is dus voor het eerst. Er is nog nooit zo rechtstreeks een oorlog te zien geweest. En niemand heeft daar dus ook ervaring mee. En u heeft gelijk, televisie wekt altijd de indruk dat het echt is en dat je het nou echt ziet. Terwijl er in feite blijkt dat je ziet een kapot hotel of wat rookwolken en op grond daarvan wordt toch een heel beeld opgebouwd dat niet uit die beelden valt af te leiden. Nee, maar de belangrijkste vraag die erachter schuilt, voor mij althans, is er worden zaken gebracht die even later niet waar blijken te zijn. Ja. Dus er wordt voor een deel voor niks onrust geschapen. Nu wil ik niet tegen ons werk pleiten. Nee, dat begon net af te vragen waar jij heen wil. Maar het is wel eerlijk, hè? Er is toch geen alternatief? Waar moet je een ander bericht even over laten? Dat is het probleem toch? Wat is deze hele zin? Is vraagstelling zinvol? Kan het anders? Heeft u een idee hoe je het zo kunt doen dat er bijvoorbeeld minder tijd in beslag neemt, compacter, de feitelijke informatie juister is? Ik heb daar geen idee. Sterker nog, in het geval van Vietnam was het zo dat we in feite meer werkelijke informatie hadden, omdat er nu natuurlijk door het Pentagon de zaken in feite perfect worden afgeschermd. Je krijgt over allerlei wezenlijke zaken niets te horen en met opzet krijg je niets te horen. Ja, maar daarom wil ik van meneer Tromp weten wat hij voor alternatief heeft dan. Nou, ik zou in ieder geval het niet te zien in nieuws wat sterker gaan benadrukken. En duidelijk maken dat er allerlei dingen moeten gebeuren. Ja, waar we helaas niks van weten, maar die wel zo belangrijk zijn als al die andere shotjes die je wel kunt zien. Maar ik geef toe, dat is een haast onmogelijke situatie voor televisie en voor een journalist. Ja, ja. Een andere bron voor de sfeer in Amerika, dat zijn de opiniepeilingen. Je kunt zeggen, het is een weergave van de sfeer, maar van de andere kant is het ook weer een bron voor. Hè? Want als je merkt dat duidelijk dat de opiniepeilingen hebben precies zo gereageerd als altijd gezegd wordt dat ze zullen reageren. Hè? Aanvankelijk was er in Amerika een betrekkelijk grote groep die nou niet stond te trappelen om aan die Golfoorlog te beginnen. Nu is die dan tenslotte begonnen. De president heeft zijn besluiten genomen en dan zie je hoe men zich toch in feite sluit rond de president. Al die cijfers die we steeds op het beeld zien, dat zit boven de 80%. Waarbij dan 9% nog bezwaren heeft tegen de gang van zaken of minder vertrouwen. Terwijl het heel duidelijk is dat daar zich een vrij scherpe verschuiving heeft voorgedaan in de afgelopen, 4 dagen. Ja. En dat is een klassiek fenomeen. Men debatteert, men heeft twijfel. Dan gebeurt er iets, er wordt oorlog gevoerd, de Amerikaanse soldaten gaan iets doen en dan sluiten de rijen zich. En dat houdt natuurlijk pas weer op als het ontzettend lang gaat duren en in het geval het
laten we zeggen, echt serieus tegen zou vallen. En daarvan is tot op heden natuurlijk geen sprake. De operatie is tot op heden geheel volgens plan verlopen. Maar waar begint zoiets? Zo'n tegenbeweging? Ja, we weten allemaal hoe het bij de Vietnam-demonstraties is gegaan. Die werden steeds groter en groter. En kwamen steeds meer televisiebeelden. Maar daar zat natuurlijk een hele andere tijdsfactor in. Die Vietnamese zaak, dat is begonnen in najaar 62. En voordat dat überhaupt tot ons was doorgedrongen dat daar iets aan de hand was, waren we al in feite jaren verder. En hoe zou dat nu dan gaan? Nou kijk, Van Rossum heeft natuurlijk gelijk. De eerste Amerikaanse grondtroepen, zoals u zo noemt, die stormden in 65 aan land in Vietnam. En dat heeft toch in feite tot 68, tot het Tet-offensief, zelfs in 69 geduurd, voordat er een echte brede anti-oorlogsstemming begon. Ja. En toen heeft het nog jaren geduurd voordat de Amerikanen zich terug gingen trekken. Als je bijvoorbeeld naar de linkse Nederlandse weekbladen kijkt, in de late jaren 60, dan komen die in feite pas 67, 68 met serieuze kritiek op de interventie in Vietnam. Maar dat gaat... Pas dan komt Amerikaans imperialisme en het mag niet enzovoort. Dat is dus in feite als de zaak al een jaar of drie aan de gang is. Terwijl, zoveel is duidelijk, dit gaat geen 3 jaar duren. Als het 3 jaar zou duren, dan is het een ramp die niet te overzien is. Maar goed, dat verwacht geen mens. Nee. Maar de opinievorming in een land als Amerika, gaat die precies zoals hier of heeft die andere trajecten? Ik denk dat het in principe precies zo gaat als het hier gaat. Dat is niet wezenlijk anders. Hè. De publieke opinie. Ten eerste heb je een soort van korte golfslag volgens mij in de publieke opinie. Sterk beïnvloed door de media. Zijn de berichten positief? Oh, wat leuk, het gaat positief. Zijn ze negatief, dan zakt men in. Je zag natuurlijk vooral in Vietnam dat er ook een veel langere golfslag is, waarbij zich een beweging heel geleidelijk vormt, een lang nationaal debat start, waarin men zegt dit is absoluut niet juist. En is er in Amerika een soort progressieve avant-garde waar dat dan moet beginnen? Nee, dat is nooit, ook in het geval van Vietnam, niet langs die weg gegaan. Dat is voornamelijk gegaan door inderdaad de bodybags die uit Vietnam zelf terugkwamen. Het heeft ook heel lang geduurd hoor. Het is een misverstand. De studenten moesten toen nog in dienst. Die hoeven dus nu niet in dienst. Dus die zullen iets minder snel de campuspleinen bezetten omdat ze daar tegen zijn. De dienstplicht is namelijk afgeschaft begin jaren 70 in Amerika. In ieder geval lijken de media zich zeer duidelijk op deze oorlog gestort te hebben. En daar hebben we een klein onderwerpje over. Want sinds het uitbreken van die Golfoorlog lijkt de televisieverslaving in ons land pas echt goed toegeslagen te hebben. In de Verenigde Staten werd er al erg veel gekeken, maar nu houdt die oorlogsverslaggeving de kijker pas goed in haar greep. In de Amerikaanse stad Denver staat zelfs het complete dagelijkse leven in het licht van de televisiebeelden. Denver is changing in the face of war, changing its work, changing its play, changing its way of life. At Maxfield's restaurant, normally you cannot find a chair for lunch. Now there are plenty. People are staying home to watch the war on TV. I think that with everything changing on a day-to-day basis, not even on a day-to-day basis, on an hour-to-hour basis, that they need to stay by their TV. At this video store, rentals fell right through the floor the minute the attack was underway. Business is coming back, but for unusual reasons. I'm getting videos for my children so I can be more attentive to the news. At health clubs, people are working out to pictures of America in battle. The usually carefree mood changed the moment the trouble began. It was like there was a blanket hanging over everybody. It was just a whole totally different atmosphere here in the club. Life changed for just about everyone. Police here say even crime came to a dead standstill in the first few hours of the attack. None at all. Absolutely none. We had no reported crimes to us for a long period of time. Police were not alone in finding the positive side to it all. Lots. We have almost run out of some sizes. At the American Pennant Company, they used to sell about 6 American flags a day. Now they are selling hundreds and ordering hundreds more. This felt was a good time to get the flag out and let her wave. Did Israel say they weren't going to retaliate? Denver is changing, putting aside its pastimes for a moment or two, perhaps reviving its patriotism. But one way or the other, learning in the face of war to live with it. Dit is speciaal gemaakt voor u, meneer Tromp, deze filmische bijdrage. Want wat je natuurlijk merkt is dat, hoe dan ook, of het nou een journaliste ligt of niet, die te veel onnullig onderwerpen naar voren dragen, het hele leven in Amerika staat nu in het teken van die oorlog. Tenminste, deze dagen. Hoe lang dat natuurlijk gaat duren, dat weet ik niet. Maar dat zal op de duur worden toch weer routine. En dan gaat het leven weer zo'n gewone gang. Dat zal toch niet langer dan een week duren, zoiets als dit.
Maar het is toch opvallend dat mensen nou, inderdaad... Het loopt natuurlijk langzaam terug. En als er dan weer een stroomversnelling is, ik laat maar zeggen die landoorlog begint, hè, dan neemt de aandacht weer toe. En dan, maar het zal natuurlijk geleidelijk aan zonder enige twijfel. Wat interessant aan die beelden is toch dat men... Het is natuurlijk ook zingevend, zo'n oorlog. Hè. De mensen denken van, tjee, naar de televisie, daar zijn belangrijke dingen zijn daar aan de hand. Hè. Nou ja, dat vertelde ik daarnet, dat dus in Engeland in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld de gekkenhuizen, niet alleen dat er weinig buitenshuis werd gegeten, dat zal toen sowieso wat minder, maar de gekkenhuizen liepen leeg. En waarom was dat? Omdat de mensen klaarblijkelijk het idee krijgen, er is iets belangrijks aan de hand. We kunnen beter buiten zitten dan in het gekkenhuis. En dan zie je na 45, dan neemt ongelukkigerwijs de populatie van de gekkenhuizen toch weer sterk toe. Het is alleen zo tragisch dat er dan een oorlog voor nodig is natuurlijk. Ja, maar zo, dat is een heel bekend sociologisch verschijnsel, dat in tijden van stress en spanning een aantal verschijnselen heel anders gaan verlopen. Hetzelfde geldt, het aantal zelfmoorden, dat loopt tijdens een oorlog ook terug. Mm-hmm. Er zijn plotseling blijkbaar dingen waar mensen zich kunnen oriënteren die een aantal privé- en individuele zaken wat op de achtergrond schuiven. In sommige opzichten neemt dus de geestelijke volksgezondheid, zou je kunnen zeggen, die neemt toe als er oorlog is. Anderzijds zou je het hele fenomeen als een gebrek aan geestelijke volksgezondheid kunnen zien, maar het is maar net hoe je het interpreteert. U zei net, meneer Tromp, dat na een aantal dagen misschien het normale leven weer zijn gang krijgt, maar Paul Snijder zei eerder terecht al, onze correspondent, steeds meer Amerikanen hebben kennissen die daar gelegerd zijn. Die betrokkenheid is natuurlijk wel zo groot dat je er elke dag bij betrokken blijft. Ja, maar niettemin denk ik dat het toch een heel groot verschil is met vorige oorlogen waar de Verenigde Staten in betrokken was, om de reden die al is genoemd. Het leger dat daar is een beroepsleger. Het is toch maar een klein segment van de bevolking dat er rechtstreeks mee te maken heeft. En het is niet sociaal-economisch het hoogste niveau van de bevolking. Het is wel minder erg dan in de jaren 70, maar het is toch voor een groot gedeelte niet een doorsnee van de bevolking die daar rechtstreeks bij betrokken is. Het zijn 500.000 mensen. Amerika heeft net, blijkt bij de recente volkstellingen, 249 miljoen inwoners. Dus dat is toch een relatief klein percentage van de totale bevolking. Het is qua afmetingen iets totaal anders dan bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Toen Amerika 12 miljoen mensen onder de wapenen had op een bevolking die toen misschien 160, 170 miljoen zielen telde. Dat was toch een onderneming van volstrekt andere afmeting. In Vietnam was het zo dat daar heb je de zogenaamde Tour of Duty. Daar ging je dus maar één jaar heen. Dus je rouleerde als het ware. Waardoor er relatief zeer grote aantallen Amerikaanse militairen, toen dus zoals gezegd ook dienstplichtigen, bij het conflict betrokken zijn geweest. Dat ligt nu ook wezenlijk anders. Ja, daar staat tegenover dat, dat vertelde Paul Snijder ook eerder, de haat tegen die Saddam Hussein groter is dan de weerzin destijds tegen Ho Chi Minh bijvoorbeeld. Hè? Nou, dat is heel begrijpelijk. Want laten we zeggen, een van de vreemde dingen van die Vietnamese oorlog, dat was dat het toch in feite een anonieme vijand was. Ho Chi Minh, dat was nauwelijks het symbool van de Vietcong of van het bevrijdingsfront. De meeste Amerikanen streden in een mist, in een jungle. De meeste zijn ook doodgegaan aan scherven, aan mijnen, aan booby traps en niet in feitelijke gevechten. Dit is wat dat betreft veel meer een klassieke oorlog waarin twee grote legers tegenover elkaar staan. En waarvan ook, je kunt alles zien, dat is het ja, mooie. Maar ook, waarvan ook de leider heel duidelijk herkenbaar is als toch een boef van formaat. En dat kon je in die tijd van Ho Chi Minh, dat lag heel anders. Ja. Ik heb even weer een mededeling, een officiële dan, die Irak gedaan heeft, dat ze inderdaad twee raketten hebben afgevuurd op Kuwait. En die zijn door 5 Patriots neergehaald. Dus die hebben hun waarde wel bewezen. Kuwait, dat zullen ze toch wel niet gedaan hebben. Zou wel Saudi-Arabië zijn geweest. Dat is het is een mededeling van de Verenigde Staten dat Irak twee raketten heeft afgevuurd op Kuwait, die door 5 Patriots zijn neergehaald. Maar waarom op Kuwait? Dat is me niet helemaal duidelijk. Dat is toch misschien dat ze Saudi-Arabië niet gehaald hebben. Oh, dus het is een beetje een eigenaardig wapen. Ja, dat kun je wel zeggen. We gaan even terug naar Amerika. We moeten toch de lijn een beetje vasthouden. Er worden ook grappen over de oorlog gemaakt. Kan dat? Dat is de vraag. In de Verenigde Staten neemt de bezorgdheid over het lot van de troepen steeds meer toe. En dan rijst dus ook de vraag of een goede grap eigenlijk wel een leuke grap is.
I can tell you that he is okay, because the only Air Force casualties that we have at this time are the F-15E crew that's listed as missing and the F-4G that is down. Amerika wordt met de dag ongeruster nu de eerste slachtoffers gevallen zijn. Okay, right now the main focus of the call seems to be, can you give us a status on my son, daughter, husband? We don't really have specific information on the individuals, but we can confirm whether there's been any casualties or injuries confirmed by the Air Force. We will not release any information about any downed aircraft or missing aircraft or air crew status until the next of kin have been notified and it is officially confirmed by the Department of Defense. The Department of Defense coordinated the efforts of each of the military services and asked that each of the services have a 1-800 call-in number for the general public. De oorlogsdoden leiden hier tot merkwaardige problemen. Komieken vragen zich opeens af of hun grappen over Irak niet te ver gaan. Some comics will do anything they can to get a laugh and the material is such that nothing is sacred, this and that. To me there's nothing funny about the war and there's nothing funny about the servicemen risking their lives right now. Anderen maken juist dankbaar gebruik van de oorlog. Who would have thought like Beirut would have been like the safest city in the Middle East to be in today? I mean, that just didn't make a whole lot of sense to me. I was thinking about that, and they had something on the news the other night about Saddam had as a bulletproof limo that right now is in the shop in Detroit. Yeah, that'll teach you to buy an American car. Yeah, I guess. Oh, Mr. Hussein? Yeah, yeah, we got it in the shop right now. Oh, don't worry. Yeah, we got the Kuwaiti guy working on it. So just be real careful when you start it up, buddy. Maar voorlopig worden de beste grappen over de oorlog nog altijd in de oorlog gemaakt. ONS guns, come fly it in. ONS guns, come fly it in. Dive into my bunker. ONS guns, come fly it in. En niet te vergeten door de vredesbeweging. Send Dan Quayle! Send Dan Quayle! Het gevoel voor humor ontbreekt dat dus niet helemaal, hè? Toch tijdens deze situatie. Nee, daar staat niks tegen. Volgens mij is dat in alle oorlogen en calamiteit is dat natuurlijk een extra reden om een zekere ironie te bedrijven. Hè? Waarmee je de zaken ook een beetje van het lijf houdt. Ja. Is dat in Amerika gemeengoed? Of is het, dat is altijd, dat is overal zo. Overal zul je hebben dat, zeker in het leger zelf, nogal scabreus of zie je vergaande grappen worden bedacht die de spanning een beetje afneiden en het moreel hoog houden. Denk aan alle grappen in Oost-Europa over de Sovjet-Unie en het communisme. Dat was een constante bron van soms bijzonder aardige witsen. Ja, van de andere kant, wat mij opviel ook al bij de voorbereiding van de oorlog, was dat er allemaal t-shirts werden gemaakt en met teksten over Saddam Hussein die ik nu niet eens durf te herhalen. Zo schaamteloos zijn ze dat ze voor de Nederlandse televisie eigenlijk niet kunnen worden gedebiteerd. Ongelooflijk. Ja, dat gebeurt. En om een of andere reden vond ik niet alles wat er in die propaganda voorafgaande aan die oorlog kwam even smaakvol. Nou, ik denk ook niet dat in Amerika verwacht kan worden. Waar dan ook verwacht kan worden, dan zou er een soort van... Nou, dat soort dingen gebeuren bijvoorbeeld hier niet, volgens mij. Dan zou er een soort federale censuur moeten zijn die ervoor zorgt van dit is nog wel smaakvol, dat is niet... Ik zou maar zeggen, heeft u gezien op die bommen die ze onderaan de toestellen hangen? Ja, daar wordt dan kusjes voor Saddam Hussein. Fuck Saddam Hussein staat er dan op. Kusjes dan ook. Ja, is dat... Dat deze in de Tweede Wereldoorlog precies zo. Kennelijk is er een levendige behoefte om een soort persoonlijke boodschap naar de betrokkenen te zeggen. Ja, wat is dan het verschil tussen, laat ik maar zeggen, een tijdje geleden, Khomeini, Rudy Karel? Ik zal niet precies herhalen wat er gebeurd is toen. Daar weet Paul volgens mij helemaal niks van herinneren van dit onderwerp. Alles van. Er bestaat dus verschil tussen grappen en grappen die je kunt maken. Toch? Ja, natuurlijk. Maar dat we doen er nu over of het onschuldig is. Maar het blijkt dus niet altijd zo. Maar wacht even, met die Karel, of die grap nou verder leuk was of niet. Van nee, mag dat? Men mag het de hele avond. Alleen Khomeini vond het niet goed. Daar kwam het eigenlijk een grote trekker toch op neer. Nee, maar daar blijkt... Voor zover ik misschien in de herinnering van de heer Witteman kan putten. Het had er volgens mij meer mee te maken dat onze democratisch gekozen volksvertegenwoordiging in de regering die daaruit voorkwam, dat hij lichte bezwaren had tegen deze provocatie. Betekent dat niet iedere grap of provocatie zomaar gedaan kan worden, toch? En wat wilt u dan? Wilt u het verbieden of zo? Nee, wilt u dat eerst alles naar Van der Broek gestuurd wordt, die dan door een ambtenaar laat kijken, is dit geestig genoeg? Is het wel smaakvol? Nee, dan niet. Gaat het de lucht in. Dat is natuurlijk onzin. Nee, waar wij proberen achter te komen is of met name die, ik zeg maar even grappen, maar die sfeer waarin die Saddam Hussein op t-shirts wordt afgebeeld, die hele
of dat iets Amerikaans is, zou ik maar zeggen. De disco-sfeer in de oorlogsvoorbereiding. Nee, maar als je nu hier eens een telling zou houden van de soort opschriften wat je achter op auto's geplakt vindt in Nederland, dan kun je toch ook niet zeggen dat daar goede smaak, veel gevoel voor humor of veel gevoel voor bijzondere omstandigheden naar voren komt. Ik denk dat dat helaas vrij algemeen is in de westerse beschaving. En je moet natuurlijk ook niet vergeten wie maakt dat soort zaken. Dat zijn handige exploitanten die denken van daar kan ik ook nog een paar dollar aan mee verdienen. Want dat is het volgens mij geen enkel verschil tussen Nederlanders of Amerikanen. Goed, nou, we gaan eens kijken naar de sfeer in een bepaald stadje in Amerika. Ja, dat stadje dat heet Baghdad, Kentucky. Je zou het misschien ook om kunnen draaien, maar het bestaat echt. Voor 2 augustus was het natuurlijk een heel gewoon Amerikaans stadje. Baghdad in Kentucky, midden in de Verenigde Staten. De 200 inwoners van het plaatje zijn er dagelijks het onderwerp van talloze grappen. If there were a lighter side to the Persian Gulf War, it would be here in Baghdad, Kentucky, where the only rumbling in town is from the train running through. Here at the B&N market, food is plentiful on store shelves, with Pepsi's going for just over $3 a 12-pack. No economic sanctions here. Garrett Newton says some people have had a lot of fun with the name of their town, a lot of teasing from neighbors. I had some of my mail come in addressed to the Sheikh of Baghdad. That was a fellow mailed me one of those copies of the newspaper in, and that's the way he had it addressed to the Sheikh of Baghdad. Folks here in Baghdad say they've taken a lot of good-natured joking about the name of their town, but they're also aware that there is a serious side to all this attention. That's exactly right. They think that the United States is doing the right thing. I haven't heard of anybody saying that they shouldn't be over there. Baghdad's steady fuel supply is closed up for the night. The town of 200 will now go to sleep. Start again business as usual tomorrow morning. As long as they don't get this town, we'll be all right. Don't get our Baghdads mixed up. That's Baghdad without an H. Please make a note of that. We hebben het straks al even over enquêtes gehad. Het Amerikaanse televisiestation CNN heeft een enquête gehouden onder het Amerikaanse volk over het verloop van de Golfoorlog. 700 personen werden ondervraagd. Onder hen was een grote aanhang voor de beslissing van president Bush om een oorlog met Irak te beginnen. 82% gaf zijn goedkeuring aan dat besluit en slechts 14% keurde het af. De Amerikaanse strijdkrachten in het Midden-Oosten krijgen van de Amerikanen grote steun voor de manier waarop zij zich tot nu toe in de oorlog manifesteerden. 92% van de ondervraagden zegt het leger te steunen en maar 4% doet dat niet. President Bush heeft veel goodwill gekweekt door de manier waarop hij met de golfcrisis is omgegaan. 86% van de ondervraagden is het met zijn handelswijze tijdens de Golfoorlog eens. 9% keurt die handelswijze af. Na de euforie van de eerste successen kijken de Amerikanen met meer realisme naar het verloop van de Golfoorlog. De enquête die gehouden is na de eerste raketaanval op Israël wees uit dat 60% van de ondervraagden bang is dat de oorlog zich verder zal uitbreiden over het Midden-Oosten en misschien over andere delen van de wereld. 32% denkt dat de oorlog beperkt zal blijven. Ondanks de successen van de Amerikaanse luchtmacht denkt 79% dat er ook grondtroepen moeten worden ingezet om de oorlog te kunnen winnen. En 13% is van mening dat de luchtmacht het alleen af kan. Elke illusie over een korte oorlog is inmiddels verdwenen. 44% denkt dat het een kwestie van weken is. 35% zegt dat de gevechten zeker enkele maanden zullen duren. En 7% denkt zelfs dat de oorlog meer dan een jaar zal duren. 12% van de ondervraagden denkt dat er minder dan 100 slachtoffers zullen vallen. 25% zegt enkele honderden. En 60% vreest dat er 1000 of meer doden en gewonden zullen vallen. Toch lijkt er nog enig vertrouwen te bestaan in Saddam Hussein. 66% zegt dat Irak niet alleen Kuwait moet verlaten, maar dat ook Saddam Hussein moet worden afgezet voordat er een einde aan de oorlog komt. Toch vindt 30% het voldoende als Irak zich uit Kuwait terugtrekt, ondanks dat Saddam Hussein dan aan de macht zou blijven. In de wereld heerst grote angst voor terroristische aanslagen van de Irakezen. Toch is maar 25% van de Amerikanen daar echt bang voor. 75% denkt dat er niets is te vrezen. Conclusie, realistische cijfers?
Ik denk dat, nou kijk, je moet een keer dus altijd voorzichtig zijn, maar goed, dan moet je toch constateren dat het Amerikaanse publiek een zeer realistische kijk op de situatie heeft ontwikkeld. En dat is op zich natuurlijk een factor die politiek van groot belang is. Want die maakt het onwaarschijnlijk dat heel vlug er grote teleurstelling of kritiek op het beleid dat tot nog toe wordt gevoerd zal uitbreken. Eén cijfer opgevallen nog? Dat men bijvoorbeeld niet zo erg bang is voor die terroristische aanslagen, dat was 25%. Dat is toch opmerkelijk. Dat klopt natuurlijk. Je hebt een veel grotere kans om in je eigen badkuip te verdrinken dan om bij een terroristische aanslag om het leven te komen. Dus dat is, ook dat ziet men dus kennelijk vrij reëel. Goed, hartelijk dank voor je toelichting. We proberen rond elk half uur in deze uitzending een nieuwsoverzicht te geven. En daar gaan we nu mee beginnen. De Franse president Mitterrand zei vanavond dat de oorlog in de Golf waarschijnlijk nog enkele weken zal duren. En dat het doel van de geallieerden niet het uit de weg ruimen van Saddam Hussein is, maar de bevrijding van Kuwait. Mitterrand reageerde geschokt op de beschuldiging dat de Franse luchtmachteenheden in de Golf als halve krachten werden afgeschilderd, omdat zij hun vluchten slechts zouden willen beperken tot Kuwait. Volgens de Koeweitse regering in ballingschap ontstaat er een voedseltekort onder de Iraakse bezettingstroepen in Kuwait als gevolg van de bombardementen op de aanvoerlijnen vanuit Irak. De Verenigde Staten en Israël vragen zich af waarom Saddam Hussein nog geen raketten met gifgas op Israël heeft afgevuurd. Het vermoeden bestaat nu dat Irak niet over de techniek beschikt om dit te doen. Maar daar kunnen de Israëli's natuurlijk geen rekening mee houden. De Israëlische minister van Defensie Moshe Arens zei vanavond dat Israël zich nog altijd het recht voorbehoudt te reageren op de Iraakse Scud-aanvallen van de afgelopen dagen. Daarmee bevestigde hij het gerucht dat hij de Verenigde Staten niet had verzekerd afzijdig te zullen blijven in het Golfconflict. Een lid van de Patriotische Unie van Koerdistan zei vandaag dat zij partij met vier andere Koerdische onafhankelijkheidsbewegingen een Koerdisch front zullen gaan vormen. En dit zal het verzet tegen Saddam Hussein in Noord-Irak gaan organiseren. Ook zal deze verzetsbeweging proberen Saddam Hussein zelf uit de weg te ruimen. Het Amerikaanse televisiestation CNN maakte enkele minuten geleden bekend dat Patriot-raketten twee Iraakse Scud-raketten hebben vernietigd op 25 kilometer van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad. Ja, Saoedi-Arabië was het dus. Dat was een kleine vergissing. Of een hele grote. Meneer Spiegelenberg, u bent generaal-majoor buitendienst. Hartelijk welkom. U hebt in de luchtmacht gezeten. Daar bent u generaal buitendienst. Ja. Die Patriots, wat zijn dat eigenlijk voor bijzondere apparaten? Nou, bijzondere apparaten. Het zijn zeer moderne luchtafweersystemen, zal ik ze maar best noemen. Het zijn raketten die je van de grond afvuurt in de richting van luchtdoelen. Ze zijn primair gemaakt om daar vliegtuigen mee aan te schakelen, maar zijn tevens in staat om raketten uit de lucht te halen, zoals de afgelopen dagen enigmaal is gebleken. Is het een wondermiddel? Want daar lijkt het zo langzamerhand op. Nou, wondermiddelen heb ik op deze wereld nog niet eerder gezien, dus ik neem aan dat dit ook niet het wondermiddel is. Ik denk dat het de afgelopen dagen al is gezegd. Waterdicht maak je geen enkel systeem. Met andere woorden, het zal altijd mogelijk blijven. En het is goed dat Israël daar rekening mee houdt dat er af en toe één doorheen zal komen. Wie heeft ze eigenlijk uitgevonden, bedacht en gemaakt? Nou, deze zijn Amerikaans. En ik dacht dat het op dit moment de enige zeer moderne zijn die er op de wereld zijn. Ja. Toch, om een hele grens te beschermen, heb ik de indruk, moet je er veel hebben. Want de rijkwijde is maar 50 kilometer. Nou, of is dat een vreemde gedachte? Het ligt eraan hoeveel systemen of Israël heeft gekregen, hoe je ze verspreidt over het gebied. Maar ik zou me best kunnen voorstellen dat met een aantal van die systemen goed verspreid, en er zijn hele delen van Israël die natuurlijk nauwelijks, die althans zo, ja. Ja, precies, zo interessant zijn, dat je die dan moet beschermen. En ik denk dat men daar goed over heeft nagedacht en dat er zoveel zijn gekomen die het mogelijk maken om dat gebied van Israël wat gevaar loopt, om dat af te schermen. Maar het is wel zo dat ze maar 50 kilometer ver kunnen. Dat is ongeveer de grens, heb ik gezien. Ja, waarin ze effectief kunnen zijn. Ze kunnen op een grotere afstand het doel al makkelijk onderkennen. En als je dus dan het systeem goed richt, en je hebt dus goed uitgerekend van tevoren, dan moet het mogelijk zijn met niet al te veel systemen. Want het gaat maar om een bepaald deel van Israël wat natuurlijk gevaar loopt. Juist. Geraakt te worden of getroffen te worden door die Scud-raketten. Dat is een heel groot deel wat niet bereikbaar is. Ja. Bedankt zover. Scud-raketten, Patriot-raketten, AWACS-vliegtuigen, wat zijn het eigenlijk allemaal? Laten we eens gaan kijken. En we beginnen bij die Scud-raketten. Vanavond bleek op